Hallo mensen van NL Gaming. Deze keer ben ik weer met een nieuwe Redstone tutorial. Deze keer ben ik niet in de portal room, enchant room, maar ja, nummer 1. Ik weet nog niet precies wat ik hier ga bouwen, dus toch wil ik het laten zien. Dit is gewoon een saaie kamer. Hey, een geheime trap. Die gaat dan hierheen naar een redelijk grote kamer waar ik nog iets van plan ben om te bouwen. Ik weet alleen nog niet wat. En hij kan weer weg. Maar dat is niet het enige. Als ik hier een torch plaats, gebeurt er niks. Behalve, ja, een trap naar beneden. En dit is helemaal, ja, helemaal niks. Wat je ook kunt doen, is hem gewoon tegelijkertijd plaatsen. Terwijl die al extended is. En dan, oh ja, ook hierop letten. Op de fence. Die gaat hier, dan gaat deze weg. En de fence gaat ook weer terug. Dus, dat is wat ik ga bouwen. Ja. Dit is waar je mee begint. Hier een balkon, hieronder om wat te bouwen. Een lever. En dit ding. Dit heb ik al in heel veel vorige delen gemaakt. Dus als je niet weet hoe je het moet bouwen, kun je nu even goed kijken. Of bij vorige delen kijken. Nou, oké. Waar je mee begint is hier. Dit. Eentje verder. Zo. Hier dit. Eén tegen de stukje piston aan en de andere niet. Dan breng je dit eentje omlaag, ja. Zo. Alle repeaters als dit. En zo. Nu zit aan deze kant het blok tegen de stukje piston aan en nu niet. Komt omdat hier een tik puls uitkomt, waardoor de stukje piston alleen duwt of trekt. Hangt af van de situatie. Deze zal bijvoorbeeld de volgende keer dit blok terugtrekken en deze alleen wegduwen. En dan heb je hier dit blok zoals dit. Ga je hier naar beneden. Zo. Hierin. In dit. Waar dit op deze manier. Oh. Dat eentje. Als je hem uitzet, dat die als laatst aangaat, maar als je powert, als eerst uit. Dus als eerst uit en als laatst aan. Dan ga je hier even kijken waar je het wil hebben. Nou, ik wil hier zo de trap hebben. Bijvoorbeeld. Dan plaats je hier. Nee, wacht, eentje lager zelfs. Zo. Ster, ster. En dan hier gewoon weer verder de trap. Dat snappen jullie wel. Oké, het eerste wat dan moet is. Deze moet geïnvert worden. En dat kan bijvoorbeeld zo. Gewoon hier. En dan hier zo. In dit blok. Op die manier. En deze moet dan wel hierop. En het wordt nacht. Altijd. Die kunnen trouwens weg. Dan ga je vanaf hier. Hier allemaal pistons. Oh nee, niet daar. Ik bedoel hier. Allemaal sticky pistons plaatsen. Ja, oké. Het laatste stukje kan misschien niet echt makkelijk, maar het moet wel. Plaats je. Oh, wat gebeurt er? Half slaps. Bij die sticky pistons, dat leg ik straks wel uit. En dan heel makkelijk overal op deze manier aansluiten. Zo. Ja, waarom niet? Oké. Dan heb je hier dit. Haal ik de lever over. Ja, wel. Deze wordt omhoog geduwd. En die gaat straks als eerst weer naar beneden voordat deze weer terug gaan. Want anders wordt dit weggeduwd. En dat wil je niet. Ja, dus dat werkt. Dan moet je nu even goed kijken. Waar je je ster wil hebben. Nou, ik wil hem zo hebben. Als dit. Met dan hier de onderkant. Nou, dan ga je dat dus even allemaal weghalen hier. Zo, heb ik tenminste ruimte voor. Ik wilde het dus hier zo de eerste hebben. En dat ga ik dus ook doen. Hier. En dan in zo'n tapje naar beneden. Plaats je de sters op deze manier. Zo. En als je ervoor wilt zorgen dat ze niet gezien worden, of niet te zien zijn, dan plaats je zo ook sters. Niets van te zien. Dat komt hierdoor. Dan krijg je hier zo'n ding waardoor je het niet ziet. Maar, oh, je ziet wel iets heel vaags donkers. Behalve als die halfsteps plaatst. En dat is de reden waarom die halfsteps er zijn. Dan zie je hier onderaan nog een donker randje. En dat wil je niet. Dan ga ik hier even... Nee, dat werkt niet. Oké, die weg. Hier moeten ze ondersteboven er eigenlijk op. Pisten weer terug. Zo. En. Oh, hier moet er ook heen. Dat is waar ook. Zo. En nu is er niets meer van te zien. Afdichten. En je hebt gewoon een zogenaamde gladde muur. Dit sluit je dan hierop aan. Dit kun je op twee manieren doen. Je kunt het op zo'n manier doen dat je alles een beetje meer op mooie volgorde hebt. Dat deze, de onderste deel, net weggaat en dat deze dan komt. Of dat deze gewoon meteen komt. En hangt vanaf wat je wil. Ik doe nu even de simpelste. En dat is dat hij meteen komt. Dus dan heb je dit. Hou deze over, gaat deze nu open. En dan... Oeh, dat had hij net niet. Zo. Dan had hij het wel. Dan gaat hij ook echt meteen weg. Maar als je hem hier, als hij weer... Ja, dan is deze er alweer meteen. Dus als je dat niet wil, dan moet je hier 3 repeaters plaatsen op full delay. Dan is dat veel minder erg. Haal je deze over. Het duurt wat langer voordat hij komt. En dan is die net weg en dan komt deze. En dan moet je dit deel nog hebben. Nou, dat doe je als volgt. Eerst plaats je een sticky piston daar zo. Deze kan weer weg. Hier een, die heb ik niet meer nodig, normale piston. Deze piston wordt hier zo overheen gepowered of onderdoor. Het ligt aan hoe je dit wil bouwen. Ga weg, goed zo. Deze, ja, die wordt hier vandaan gewoon gepowered. Wel geïnvert, maar voor de rest gewoon gepowered. Oh nee, deze wilde ik. En die andere, die is op een apartere manier. Dus die doe ik even hier. Eerst moet die geïnvert worden, dacht ik. Ja. Doe ik wel even zo. Die gaat dan hierin. En dan torch. Zo. Blok met hier een torch weer aan. En dan zo. Hier een repeater op full delay. Als je hem op 3 tiks doet, dan krijg je een 1 tik puls. En dan doet deze blok, nou ja, die piston, dit blok alleen hier en trekt hij niet terug. Dus daarom moet hij op deze op full delay. Want anders heb je dat niet. Oh ja, en deze moet hier zo in. Zo, dit kan je afdichten. Dan heb je er geen last van. En dat is het. Doe je die weg. Deze trekt terug. Die duwt dat blok weer terug. En die. Wat heb ik gefaald? Hou er rekening mee, want dat zie ik nu, dat deze niet bij die 3 repeaters moet. Dan gaat hij te laat terug, waardoor deze niet gaat. Want nu werkt hij, ja, nu werkt hij wel. Want deze bleef extended. En deze krijgt een power en die kan dan niet duwen. Dus daar moet je dan rekening mee houden. Dat deze bijvoorbeeld, nou, weet ik veel, hier zo vandaan gepowered wordt. Of zo. Dan hier zijn stroom vandaan krijgt. Nou ja, dat werkt nu even niet, maar zo bijvoorbeeld. Hoe moeilijk kan dat zijn? Nu werkt het wel. Die gaat weer terug. Die gaat zo. Plaats hier een torch. Gaat die ook. En die. En dan gaat dit. En dat was het. Bedankt voor het kijken. Abonneer op NL Gaming. En tot de volgende keer. Doei!